en dan mijn gast van vanavond is een van de meest veelzijdige artiesten van Nederland. Met wat mij betreft Wendy's Kaleidoscoop als een van de artistieke hoogtepunten. Haar debuut als actrice in de film Zürich leverde haar direct een Gouden Kalf nominatie op. En nu de theaters eindelijk heropend zijn, stort ze haar hart weer uit op het podium in de voorstelling De Wildernis. Ze gaat straks ook nog voor ons zingen, maar ik wil eerst nog even weten hoe het met haar is. Zangeres Wendy! Mijn eerste televisieknuffel. Lekker, hè? Nog dat het gewoon weer kan. Ja. Ja, 3% heeft corona, schijnt overal. Dus ook hier is het zeg maar 3% dat het heeft. Ik weet precies wie. Maar we doen het gewoon. Een beetje Russisch roulette ja, op dit moment. Ja, okay, maar heb jij het al gehad? Ja. Of is dat geheim? Nee, ik heb het gehad 2 weken geleden. Oh. En ik was echt ziek. Oh, shit. Ja, maar ik ben wel... Het klinkt heel raar, maar ik ga nu toeren. Ja. Dus ik dacht van, het is wel precies op tijd. Nou, ik zou een geheimje verlappen, dat heb ik nog nooit gezegd. Maar ik had het dus ook de week voordat deze show begon. Ja. Niet deze uitzending, maar de week voordat we begonnen. Okay, ja. Ja, dat is echt waar. En ik heb nu nog een heel klein beetje, dus... Ik heb het al gehad. Ja, nee, daarom. Dus alleen zij zijn de lul. En hoe gaat het verder met je? Ja, goed. Fijn dat je weer mag spelen. Ja, echt heel fijn. Want ik zou eigenlijk vorig jaar april in première gaan. En het is een jaar uitgesteld, dus ik ben wel echt blij. Een bijzondere voorstelling. Ik las dat er allemaal liedjes in zitten, ook van bijzondere schrijvers. Ja. Dus Stien heeft ook eentje geschreven. Stien, en ik heb met Vrouwkje gewerkt. En ja. Marieke Lucas Reineveld en Marjolein van Heemstra. En mijn lief heeft ook een lied geschreven. Echt? Ja. Hoe was dat? Kon je wel kritiek leveren op? Nou, we hadden een ruzie gehad. En toen had hij mijn hele mooie app, gestuurd. Ja. En toen dacht ik, daar ga ik dan een liedje voor maken. Oh, ik dacht dat hij zei, je kan het goed maken als ik een liedje mag schrijven voor een theater. Nee. Nee, dan niet. Nee, ik had een liedje geschreven, Kijk me aan. Ja. Wat echt gaat... Het leek me namelijk wel leuk om een liedje te schrijven als je echt op je alleronredelijkst en echt in de loopgraven zit en denk, nou, jij dood of ik dood. Niet echt natuurlijk, jongens, kom op. En toen had ik dat zo geschreven en toen had ik dat aan hem voorgelezen. En toen zei hij, nee, je bent dit echt veel gemener. Nog erger, wauw. Oké. Okay. Dus toen zei hij, nou ga maar weer naar boven en herschrijf het maar. Dat heb ik toen gedaan. Wauw. Ja, ja. Oké, note to self, nooit ruzie zoeken met Wende. Ik kondig je net aan als zangeres Wende, maar dat zeg ik een beetje bewust omdat je ook acteert. We hebben je zien schitteren in de rol als Connie Palme in IM. Dank je wel. Heb je nog meer van die acteerambities of was het wel even genoeg? Ik vond het te gek om het te doen. Het is... het is niet zo. Het is niet de eerste natuur, maar als ik nog zou moeten acteren of mogen acteren, dan zou ik heel graag in een actiefilm willen spelen. Oh, echt? Ja, en dan zou ik echt gewoon alle stunts willen doen en dan zou ik. Russisch met je vriend. Ja, ik zou het heel leuk vinden om dan echt zo iets op moeten, iets oplossen en dan uit vliegtuigen springen en zo. Het lijkt mij heel leuk. Dat lijkt me ook heel leuk. Ik ga vast kaartjes kopen. Ja. Ja. En is het dan gewoon zo'n superheldenfilm of zo? Maar ik vind dan wel dat ik... Er moet wel iets mis met mij zijn, zeg maar. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ik hoor je. En dat is veel leuker. Ik bedoel, ik vind die actiehelden die het allemaal voor elkaar hebben... Daar vind dus ik je bent zo'n superheld aan. Die dan een superkracht heeft die niet helemaal goed gaat. Bam, zo. Dus er is een gemankeerde superheld. Ja. Oké, okay, nou, we hebben niet heel veel tijd om te kletsen. Want jij gaat ook nog voor ons spelen. Ja. Wat ga je voor ons spelen? Hoe heet het liedje? Dit is alles. Dit is alles, oké. Okay, nou, dan ga lekker naar je band toe alvast. Dames en heren, hier is Wende. Dit is alles. Jij komt met 1000 vragen, waar je dit aan hebt verdiend. Jij komt huilen, schreeuwen, klagen, dat je toekomst is vernield. Wie heeft dit aanzien komen? Wie heeft ons hier gebracht? Naar het einde van de wereld, toch nog eerder dan gedacht. Ik zag het geloof in je verhalen, ik zag je op je barricades. Je kwam met ziektes en met wapens.
verdeelde land, het goed, het kwaad. Je geeft de vlag, je geeft de poen. En nu, wat ga je doen? Want je had iets te bewijzen. De koning zijn de keizer. Is gelukt die jongens stromen. Wat is daar nu van gekomen? Je hebt contracten met de duivel. Je hebt het goud, je hebt de faam. Het is nu tijd je zaak gaat sluiten. Dit is alles je kunt gaan. Dit is alles je kunt gaan. Je denkt dat je val een probleem is. Dat het een zonde is als je niet wint. Je schreeuwt naar je God om verlossing. Maar je vergeet al je kracht binnenin. Je kruipt naar de sterren, trapt hem omlaag zo hard als je kon. Het is tijd je geliefde te kussen. Zeg je vaarwel en kijk niet meer om. Dit keer zijn er geen winnaars. Dit keer niemand die kiest. Rijk of gestolen, lui of gebroken. Eerlijk met lef, voor mij op je verlies. Je komt met duizend vragen waar je dit aan hebt verdiend. Jij komt huilen, schreeuwen, klagen dat je toekomst is vernieuwd. Je zult uit het water kruipen, je zult alle dingen grijpen. Je zult dansen met de duivel, je zult lopen over lijken. Tot het einde van de wereld, je zult smeken om genade. Je zult komen met je vragen. Alles zal zich weer herhalen. Dankjewel, Wende. De Wildernis gaat op 8 april in première in Carré in Amsterdam. Jullie heel erg bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. En jullie bedankt voor het spelen. Morgen zijn we er helaas niet. Dus dit was de avond. Op naar de donderdag. Gefeliciteerd. Je bent de eerste persoon die helemaal tot het einde kijkt. Ja. Als beloning kun je als allereerste een extra video vinden op NPO Start.